Wel, die LIR heeft hier aangekomen waarbij ik ook al vergezeld heb om uit te vinden wat die situatie is bij die school. Ons is hier om ook om vast te stellen wat gebeurd heeft. Ons is ook verduidelijk dat als gevolg van het feit dat die kinders niet Afrikaans of Engels verstaan, om daardoor reden is hulle een kant en ook die onderwijzeres of onderwijzer het die voeten aan al die ouders gestuurd. Ons is baie jammer ook wat gebeur het, ons ontdek nie wat gebeur het nie, maar ons neem kennis die feit dat die onderwijzer gesuspend is en ook verwelkom ons die ondersoek. Ons het antwoorde nodig van hierdie school. Ons kan nie in hierdie nuwe dispensatie een situasie hê waar daar nog steeds rassekrede is. Aan die einde van die dag sê ons, ons kan ook nie toelaat. Almal weet het is verkiesing dat hierdie geleentheid gebruik word vir politieke gevind, dat die toekoms van ons kinders, as ook dit wat hulle eendag wil bekom in die lewe, gedurende hulle eerste dag misbruik word om 'n politieke racistiese houding aan te neem. Maar ons verwelkom die ondersoek en ons verwelkom dan ook die feit dat die onderwyser suspend is.